Goedenavond, dit is het Heuvelland Nieuws van zondag 17 november. Valkenburg is gisteren echt weer omgetoverd tot kerststad. De eerste Christmas Parade trok door de straten van de Gulstad. En langs de kant stonden vele mensen te kijken naar de parade. Ja, die is weer geweldig, zoals elk jaar. Echt super. Speciale reden dat je hier staat? Ja, we staan omdat onze zoon en dochter ook meedansen. In de Polar Express. Dus ze komen er zo meteen nog aan. Wat vind je van de eerste kerstparade? Geweldig. Altijd weer een geweldige happening om dat te zien. Heel mooi, heel leuk. Mooie lampjes. Ze doen het allemaal heel goed. Dus het ziet er heel leuk uit. Ja, de kindjes ziet er mooi uit, hè? Ja, helemaal daarboven. Helemaal daarboven, mooi, hè? Vind je het mooi? Ja. Ja. Kom speciaal kijken, woensdag moet ze zelf meedoen, hè? Ja. Dus je gaat woensdag zelf meedoen? Ja. Oh, dat is wel heel speciaal. Ja. Je gaat zeker bij de kaboutertjes? Ja. Ja, kaboutertje en soldatenmeisje, hè? Ja. Dus de reden dat je komt kijken is daar voorbereiding? Even voorbereiding, zodat ze kan zien hoe het gaat woensdag. Ja. De Christmas Parade trekt iedere woensdag en zaterdagavond door Valkenburg. Morgen is na het Heuvelland Nieuws en Heuvelland Sport een speciaal programma te zien over kerststad Valkenburg. En dan ander nieuws. De provincie waarschuwt de gemeente IJsselmargraten. In die gemeente worden er te weinig sociale huurwoningen gebouwd, zegt de provincie. Woningwethouder Jos Kusters zei in een interview met de Limburger dat er in zijn gemeente nauwelijks vraag is naar sociale huur. Maar volgens de landelijke afspraken moet de gemeente minimaal 30% van de nieuwe woningen die gebouwd worden bestemd zijn voor sociale huur. En dat percentage redt de gemeente niet. De provincie heeft in een gesprek met de gemeente benadrukt dat de gemeente die eis wel moet halen. Inwoners van Voorwammes maken zich zorgen over de plannen voor het zuidelijk Maasdal. Dat plan moet ervoor zorgen dat de Maas hoogwater beter kan opvangen. Voorwammes bij Geulen ligt ingeklemd tussen de Maas en het Julianenkanaal. Er staan zo'n 6 woningen. Vanuit het kleine dorp kwamen zorgen over de plannen. Zo schrijft een inwoner dat het dorp uitgekocht moet worden, zodat het een uitloopgebied kan worden. Een andere inwoner schrijft dat de dijk verhoogd moet worden, maar dat is geen onderdeel van het huidige zuidelijke Maasdal-project. Tijdens het hoogwater in 2021 scheelde het enkele centimeters, anders was het dorp overstroomd. De organisatie van het Zuidelijk Maasdal is in gesprek gegaan met de inwoners. Ze zeggen dat ze op zoek zijn naar een oplossing voor het dorp. En dan de Einstein-telescoop. Want de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen wil dat er zo snel mogelijk extra geld komt voor de financiering van de Einstein-telescoop. Dat zei de kerstverse premier afgelopen week in een vergadering van het Vlaams parlement. Voor de Einstein-telescoop is in totaal iets meer dan 1 miljard euro opgehaald. De Vlaamse regering heeft onlangs nog 200 miljoen uitgetrokken. Maar die 1 miljard euro is minder dan het budget van de Italiaanse concurrent Sardinië, die ook de telescoop wil binnenhalen. Daarom roept de Vlaamse premier nu de federale overheid op om nog meer geld uit te trekken. Ook kijkt hij naar Duitsland, want de federale regering daar heeft ook nog geen budget vrijgemaakt. En dan sport. SC Meersen heeft gisteren gewonnen van koploper Blauwgeel 38 uit Veghel. Meersen won thuis met 3-1. Trainer Erik van der Leur kijkt tevreden terug. Heel gedisciplineerd. We hadden een plan. Nou, dat plan dat werkt eigenlijk als je met 3-1 wint van de koploper. En misschien zelfs had er nog meer in gezeten. Dan denk ik dat je niet ontevreden mag zijn over de uitvoering. Groot compliment, want in principe speel je vandaag met een hele nieuwe opstelling. Met een aantal, 5 man niet erbij. Maar deze groep heeft zoveel kwaliteit. Het moet wat meer in zichzelf gaan geloven. Morgen veel meer over deze wedstrijd te zien in Heuvelland Sport. En dat programma is te zien na het Heuvelland Nieuws. De petitie om het openluchttheater in Valkenburg te steunen is in 6 dagen tijd meer dan 5000 keer ondertekend. De petitie is er gekomen naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente gaat handhaven op de geluidsnormen. Het theater overschrijdt al jarenlang de geluidsnormen. Nu zegt de gemeente dat dat niet langer kan en daarom moet het theater de programmering aanpassen.
Het theater zegt dat dat het einde kan betekenen, maar de gemeente heeft laten weten dat ze het openluchttheater zullen blijven steunen. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens uit Gronsveld is bezig met de voorbereidingen voor het theaterstuk 10 Torens Diep. Het stuk moet een verwerking worden van zijn boek uit 2004. Dat jeugdboek gaat over een Zuid-Limburgs dorp waar een grote steenkolenmijn staat. In 2009 werd er al een televisieserie gemaakt, gebaseerd op het boek. Nu komt er dus ook een theaterstuk. Het wordt een familievoorstelling met ongeveer 45 amateurspelers. De voorstellingen zijn gepland voor oktober 2025. Paniek vanochtend bij schaapskooi Mergeland in Epe. 3 koeien waren ontsnapt. Ze liepen in de richting van Heijenraad. Na een zoektocht van ongeveer 2 uur werden 3 gevonden. Hoe de koeien ontsnapten is niet helemaal duidelijk. Mogelijk waren ze onrustig en zijn ze vervolgens op de vlucht geslagen. Het weer slaat komende week om en dan kan het zomaar eens vanaf dinsdag gaan sneeuwen. Hoeveel sneeuw er gaat vallen is nog niet helemaal zeker. In de Belgische Ardennen is dat wel al vrijwel zeker. Daar gaat er een flinke laag sneeuw vallen. En dan blijven wij het weer. Maandag regent het bijna de gehele dag. In de middag kan het enkele uren droog zijn. Er wordt 20 liter per vierkante meter voorspeld. Het wordt vrij fris bij een westenwind die in de avond aantrekt. Het wordt maximaal 7 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar 5 graden. Dinsdagochtend is het zacht met temperaturen van 10 graden. In de loop van de namiddag of vroege avond koelt het snel af naar 6 graden. Eerst vallen er regenbuien, later kunnen die buien, zoals we het zojuist al zeiden, een winterstintje krijgen. En tot zover het Heuvelland nieuws voor vandaag. Morgenavond om 7 uur zijn we er weer met een nieuwe nieuwsuitzending. In de tussentijd kunt u het laatste nieuws volgen via onze website en onze app. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.